Donar heeft het uitduel van afgelopen zaterdag tegen Weert met 71-53 gewonnen. In een eenzijdige wedstrijd tegen de zwak spelende Limburgers was de ploeg van coach Kelin duidelijk de sterkste. Topscorer was Jeter met 16 punten. Door de zege klimt Donar naar de vijfde plaats. Komende donderdag speelt Donar thuis tegen koploper ZZ Leiden. De heren van Lycurgus blijven het goed doen in de eredivisie. In Zuid-Holland werd het binnen het uur met 3-0 gewonnen van Inter Rijswijk. Lycurgus staat nu op de tweede plek in de volleybal-eredivisie met 21 punten uit 8 wedstrijden. De dames van Lycurgus verloren wederom in de eredivisie. Nu was Eurosport TVT in Almelo met 3-0 te sterk voor het team van coach Henny Woltman. Lycurgus staat nu op de negende plek met 3 punten uit 7 wedstrijden. In de eerste klasse E van het zaterdagvoetbal wonnen zowel PKC 83 als Oranje Nassau voor de tweede keer op rij. PKC 83 was in Damwoude met 2-1 te sterk voor Broekster Boys. Voor PKC scoorden Striedelmeijer en Gorissen. ON won met dezelfde cijfers in Steenwijk van Dolde Veste 54, dankzij treffers van Derguti en Spekke. PKC klimt naar de zesde plek en ON stijgt naar plaats 9 in de eerste klasse E.